benen bij Kaskili. Ook sneller dan Van Polen. De voorzet die er niet in gaat door Schendelaar. Gooselink had daar de 1-0 voor Helmond op zijn schoen. Belen krijgt hem nog terug. Veel blauw en wit voor de goal. Medunjan in, koppen en scoren. Die doet dat. Zo had Helmond de 1-0 op de schoen via Gooselink. Goede redding Schendelaar en is het een paar minuten daarna raak aan de andere kant. Maddy als Van Hintem iets te naïef instapt en hem dus kwijt is. Kaars, dat is een uitstekende goal voor Helmond Sport. Het is een doelpunt voor een aanvaller die vertrouwen heeft getankt dit seizoen. Martijn Kaars, nummer 13 voor hem. Eerste kaart van de wedstrijd. Die gaat komen. Dus Van Polen wel blijft liggen. En ook verzorging nodig heeft. De tackle van Van Polen. Die dan de hand van Chacon bij die wenkbrauw in het gezicht krijgt. Dan zit het seizoen er voor hem dus op. Gaat Velios hem vervangen. Doorkoppen Velios. Kopbal van Tee op de lat. Voorlopig nog geen rebound. Lyon. Vogelvrij als hij zichzelf lanceert. Gooselink, Kaars. Ze willen de bal allebei wel. Het wordt Kaars. En daar is de 2-1 voor Helmond Sport. Die achterstand tegen de nummer 2 denk je dan. Ja, die gaan op jacht naar meer. Die gaan op jacht naar een schaal. Niks schaal voorlopig. Daar de kans en de goal. Back weer terug in de wedstrijd. Lennart Tee. Schroef de doelpunten gemiddelde nog maar even op. Het is de avond van de spitsen. Kaars tweemaal en nu dus ook Lennart Tee. Medunjan in. Heeft de bal misschien nog even met de hand te raken, maar mag verder. Van Hintem. Weer zo'n voorzet. Wie maakt hem af? Niemand, want Haverkotte is de redder. De fans van Zwolle antwoorden ook volgend jaar naar Telstar toe. Ja, daar hebben zij ook een punt. Vrije trap. Voor de voeten en nog binnen ook. En zo gaat Zwolle toch nog deze wedstrijd winnen. Zitman. En hij Zitman. Pek wint in extremis. Door het doelpunt van Zitman